Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met jullie? Ja, goed, hè? Daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Jullie beginnen een beetje vaste klanten te worden. Hey. Ja, jouw links, Jordan, jou hadden we natuurlijk bij de molen. Dat is uiteindelijk een heel succes geworden. Ja, top. Was echt mega succes gehad. Ja, zeker. Volgend jaar weer. Dus. Ja, maar jullie twee samen, dat is een tijdje geleden. En daar gaan we het niet te lang over hebben, maar ooit stonden we bij de Electro, of de Electro, de Zanzi. En toen was de aankondiging van jullie feest in de Oostkerk. Ja. Nou, dat werd op het allerlaatst toch afgeblazen vanwege de vergunning. Moeilijk. Ja, vorig jaar doorgegaan met bij de IJsbaan. Heel leuke, gezellige editie gedraaid. Ja, nu gaan we iets heel exclusiefs doen. Ja, dat vind ik heel bijzonder, want we zijn echt weer in Middelburg. We zijn op een bijzondere locatie die blijft nog even geheim. Ja. Daar houden we ook altijd wel van. Ja. Met een glimpje, maar we kunnen wel een paar dingen verklappen. Hè? Want we zijn op een historische locatie in de binnenstad. Ja. En daar gaan jullie een feest geven voor ongeveer 250 mensen. Klopt dat? 150, sorry. Ik overdrijf weer. Ja, echt exclusief. Ja. Maar vertel er even kort wat over. Wat gaan we doen en wanneer? Nee. 1 vrijdag 1 november. Exclusief. Masquerade by Night event. Ja. Voor slechts 150 mensen. Voor 25 plus publiek. Die het echt fantastisch vinden om een hele avond te gaan beleven. Dus binnenkomen en gelijk in het thema meegenomen worden in Venetiaans maskers. Lekker chic aankleden, gezellig aankleden. En dan een gezellige avond door gaan maken met goed eten, lekker hapjes, goede muziek. En surprise acts die geregeld zijn. Zat entertainment. Ja. Maar betekent het gemaskerd ook dat bijvoorbeeld heren en dames ook met chique kleding moeten komen? Of is dat... Ja. Dus moeten heren dan een tuxedo of zo? Of, mag je ook gewoon als je een mooie pantalon hebt en een mooi shirtje? Wel een beetje chic, hè? Ja. Zo net als je kan. Ja, ik denk dat erbij inderdaad. Jullie hebben op de dag zelf, jullie lopen gewoon op sneakers. Ja, en, nu wel. Maar zo kom je daar eigenlijk, kom je zo binnen zoals jullie nu gekleed zijn of net niet? Nee. Moet echt wel. Het is echt een masker. Ja. Ja. Je zult zien als je op het moment dat je binnenkomt, dat je ook in de sfeer wordt meegenomen door het personeel, door de acts die we geregeld hebben. De muziek, etc. Ja. Oké, en een paar basisdingen. Want zijn er al tickets te koop? Ja, de tickets zijn momenteel al te koop via ons Instagram kanaal. Staat de ticketshop open. En daar kun je ze eigenlijk al kopen. Oké, en wat kosten ze? Is het te betalen? Het is €39,95. Nou ja, heb je gewoon een avond met alles erop en eraan. Alles erop en eraan, ja. Bij binnenkomst, meerdere hapjes, lekkere hapjes worden gedurende de hele avond geserveerd. Dansen. Optreden, surprise acts. Ja. Het is een heel vullend en belevend avond. Ja, en jullie draaien alle drie? Of er ontbreekt natuurlijk Fabian die er normaal bij is. Die, klopt. Wij zijn er helaas niet zelf bij. Oh nee? Wij vliegen naar Bali die datum. Niet! Nee. Ik ben er wel. Rob is het gezicht van die avond. Okay. Voor de rest hebben we DJ's geregeld. En Rob gaat sowieso zelf een setje doen. Ja. En de rest houden we ook nog even geheim. Zoals we willen natuurlijk niet te veel prijs geven, want we moeten het een beetje mysterieus houden. Vooral de locatie ook. Ja, als je er heel goed doorheen kijkt, dan zie je het al een klein beetje. Zien jullie het, mensen? Nee, we houden het in de sneak. Iets gaan neerzetten wat hier nog nooit neergezet is. Zover wij weten is een Masquerade by Night nog nooit neergezet ook. In Zeeland. In Zeeland. In ieder geval niet. Dus dat is de eerste keer. Dus we hopen dat we die mensen echt die beleving willen gaan ervaren. Ja, super. En we doelen ook op een iets oudere doelgroep. Dus echt wel de 25 plus. Het is ook wel wat ouder volk wat erop afkomt. Dat zien we ook in de ticketverkoop tot nu toe. Dat is hartstikke tof. Nou, supergoed. Ja. Gaat allemaal in de agenda opnemen en spread the word. Ja, zeker. Dank jullie wel. Top. Dank je.